bij een nieuwe aflevering van de Electric Series. Vandaag wil ik jullie meenemen in het opladen en het ontkoppelen van het laadproces van een elektrische truck. De procedures die daarbij horen en hoe we kunnen zien dat de truck ook echt juist en goed aan het laden is. Laten we eens naar een laadstation gaan om te kijken hoe we hem aan de lader gaan zetten. We staan hier bij een AC Wallbox laadpaal. Voordat je de truck gaat neerzetten, zorg ervoor dat je met de hoogte en de ruimte goed uitkomt en dat je aan de juiste kant zit van de aansluitingen. En vergeet ook niet de truck op de parkeerrem te zetten. De sleutel kun je op het contact laten staan, want je moet toch kijken of het laadproces goed start. We zitten hier bij het aansluitpunt en de bovenste hebben we nodig om AC te kunnen laden. De onderste hebben we nodig voor DC laden, daar kom ik dadelijk op terug. Ik zal nu gaan aansluiten. Wat doe ik? Ik neem de connector, ik stop hem erin en op het moment dat hij erin gaat, gaat hij 3 keer het gele lampje knipperen. Na 3 keer zal hij overslaan naar het groen knipperen. Als hij groen knippert, dan zal het op dat moment genoeg zijn. 3 keer geel knipperen, over naar het groene knipperen en hij is aangesloten. Hoe ontkoppelen we dan de truck van het laadstation als die weer vol is? Daarvoor hebben we de sleutel nodig en de procedure is als volgt. We drukken 5 seconden op de unlock knop van de sleutel. Je kunt zien aan de richtingaanwijzers wanneer die 5 seconden over zijn. Vervolgens drukken we op de stopknop. Je ziet het lampje wordt geel. De pen gaat open. En als het lampje uit is, kan ik hem ontkoppelen. Vergeet natuurlijk niet de slang goed terug te hangen. En zorg ervoor dat je de overgebleven slang ook juist oprolt, dat er niemand meer overheen kan rijden. En uiteraard sluit alles netjes af. We staan hier bij een openbare laadpaal. 175 kW DC laden. En de aansluiting is hier anders. Zorg ervoor dat je altijd de instructies goed leest van het laadstation. En heb je een DC lader op je eigen terrein, zorg ervoor dat je die procedures natuurlijk goed kent. De aansluiting is anders en hiervoor hebben we dus ook alle twee de klepjes nodig om hem aan te kunnen sluiten. Zowel de bovenste als de onderste hebben we nu nodig. Ik heb hem aangemeld bij de DC-lader en de lader geeft nu op het scherm aan dat die 175 kW ook daadwerkelijk aan het laden is. En dan gaan we in de truck kijken wat hij daaraan geeft. We zitten nu in de truck en in de truck kunnen we drukken op het tekentje van de vrachtauto en dan komen we in het menu waar we bovenaan het charge management zien. Als we daar op drukken, krijgen we ook te zien dat we op dit moment 43% level hebben en dat we 173 kWh aan het laden zijn. Aan de rechtse kant komt de geschatte tijd die we nodig hebben om vol te komen. Zorg ervoor dat je dus als je aangesloten bent, controleert of je ook goed in het laadproces zit. Ten laatste, maak gebruik van de handige MyTruck app waar je kunt zien hoe ver het gesteld is met het laden van de truck. En kort samengevat, ken de procedures. Zorg ervoor dat je zorgvuldig omgaat met de laadpalen. Rol de snoeren netjes op en denk aan je eigen veiligheid. Tot de volgende aflevering.